super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is zaterdagochtend, we gaan vandaag weer lesjes doen. Ik kijk tegen de zon in, want ik kijk even naar de paardjes. Die waren net een beetje aan het rennen. Blaze, Decreto, Maribel, Sombra en Sofia staan daar. En achter me zie je Tango. En daar zijn Lianne en Elvira Lady aan het poetsen. Die mag dan ook meelopen. En ik ga eventjes naar voren lopen en ik ga eventjes het bekende lijstje maken wie er op wie mag rijden. En de eerste kindje zit er weer op. Sontje op Poco van de achterkant en Mila op Lady. En ik ga nu eventjes op het achterterrein kijken. Ga ik even kijken hoe ver ze zijn met het hek. Hoe mooi het al wordt. Oh, ik ben een beetje ingezoomd. En dan ga ik eventjes Tigretta poetsen voor de volgende les. Hé jongen? Hij staat weer mooi in zijn zomervachtje. En Tigretta staat er weer klaar voor. Alleen zijn hoofdstel nog, die heb ik daar eventjes hangen. Maar die doe ik zo meteen als het kindje er is om op te rijden. Mark heeft hooi gehad, dus zijn we even aan het uitladen. Wil je er ook op zich rijden? Ga je ook helpen hooi uitladen? Ja, ik ben leuk. En de volgende les is bezig. Nu zit Jada op Poco, Jackie op Tigretto en Moraya op Lady achteraan. Schattig, die kleine kindjes. En ik heb net eventjes Sofie opgezadeld. Die staat klaar voor de volgende. Zit ik weer zo ingezoomd. Even kijken, nog verder. Deze kant op. Ja, daar zijn we weer. Kijk, daar is Sofietje klaar. Die gaat zo meteen rijden met Jackie. Met Puk. Sorry, Puk. De kleine zus is Jackie. Die zit op de Gretto nu. Eventjes paardje wassen. Sofietje is weer klaar. Ik heb niet gefilmd hoe ze reed, maar het ging hartstikke goed met rijden. Ja, leuk hè? En dit wordt de volgende les. Lianne op Maribel en Manon op Poco. Manon rijdt nog niet zo lang. Die zat vorige week op Tigretto en die gaat nu een keertje op Poco. Kijken hoe dat gaat. En Manon gaat lekker op Poco. Dat liep net beter. En Lianne gaat op Maribel. Gaat ook wel goed volgens mij. Volgens mij zit ze voor het eerst op Maribel daar. We zijn nog even bezig, dus ik ga even achter op het terrein kijken of het inderdaad alles helemaal goed dicht is. Zodat ik zo meteen met een gerust hart ook het plekje weer kan loslaten. Zodat hij niet gelijk bij de buurman zit. Ik ga even kijken. Als het goed is, is het nu helemaal af tot achteraan toe. Het is helemaal tot daar aan toe. Nou, hier is het allemaal dicht. Er staan nog wat oude paaltjes hier, die moeten er nog uit. Dit is allemaal dicht. Allemaal dichtgebonden. Hier moet er nog eentje in, maar die moet waarschijnlijk in beton gestort worden, want die zal wat te hard zijn hier. Dus hier ligt er nog. En maandag komt hij weer terug. Nou, dat is een mooi puntje. Ook nog een beetje cactusrotzooi hier. Nou, dit is wel dicht. Deze zit al in beton. Er moeten wel draadjes aan vast zijn te zien. Even draadjes vastknopen. Het zit helemaal dicht, dus ik kan een veilig plekje loslaten. Maar er ligt er wel een beetje oud gaas en zo allemaal. Dus ik moet even uitkijken met de paarden wel. Maar hij komt dus maandag terug om nog verder op te ruimen en dus te lopen. Ging nu op Poco? Goed, ja? Ik ga even kijken voor de volgende les. Lisbeth gaat op Maribel. En een vriendin van Lisbeth die op vakantie is hier, die gaat op Poco. We zijn nu aan het opstappen. Even de paardjes wassen, Poco's gewassen. Maribel is al klaar volgens mij. Nou, dat was de zaterdagochtend alweer. Ik ga eventjes het hek open doen. Dat is nu een flink aan het lopen. Het is helemaal daar. Het is inmiddels bijna 4 uur. We hebben lekker eventjes een beetje rustig aangedaan. We hebben de hele week heel erg druk gehad met heel veel tours eigenlijk. En we zijn natuurlijk het hek aan het vernieuwen. En er moet een nieuwe bak komen. En ook de voercontainer was aangekomen. Gisteren en eergisteren. Dus, en we moesten hooi halen, dus dat was allemaal super druk. Dus we hebben vanmiddag een beetje rustig aangedaan. En we gaan nu weer naar stal toe. Ik ga denk ik alleen eventjes een rondje doen met Poco en Scarlett even stappen. En voor de rest moeten we alleen uitmesten en voeren en zo. Dus niet zoveel spannend meer. Nou, ik heb Blondie voor het eerst losgelaten op het nieuwe achterterrein. Ze staat echt te kijken van wat doe ik hier. Hé, wat is dat?
Oké. Nou, Flekkie loopt er ook bij, die loopt daar. Die is ook op ontdekkingstocht. Deze drie heb ik even in de bak gezet. Maribel, Sueño en Tigretto. Lekker rustig. Deze blijven ook lief en rustig met elkaar. Als ik Sombra erbij zet, gaan ze klieren. En ik ga even Scarlett poetsen, want die gaat zo meteen mee een stukje stappen. Ze staat een beetje te dutten. Poppetje. Poco heb ik ook opgezadeld. Die blijft gewoon staan wachten. Kijk, dan wel een braaf paard. Die staat gewoon te wachten tot ik er weer aankom. Ik ging even kijken waar Blondie stond. Of ze niet ontsnapt was, maar nee. En Scarlett heb ik ook klaar. Die staat daarvoor. Dus ik hoop dat Mark even Scarlett gaat aangeven. En dan gaan we een stukje lopen. Zo, we zijn onderweg hoor. Daar gaat Pocootje. En achter me Scarlett. En Scarlett, ja, die is dun. Dat weten we inmiddels. Daarom stappen we er ook zo aan de hand. Of aan Poco vast eigenlijk. Dus ik ben een touwtje gewoon aan de zadelknop vast. En dan kunnen we zo een beetje stappen. Dan hoef ik zelf niet te lopen, dat scheelt. Kijk, er zit een hele grote roofvogel. Wel lekker hier zo hoor. Lekker in het zonnetje. Oh, het zonnetje zit net achter een wolk. Wij staan even naar de flamingo's te kijken in de verte. Scarlett kijkt ook mee, die staat naast me. En Poco kijkt. En ze zijn nu best wel dichtbij. Ja, je ziet het niet zo goed op beeld, maar daar vlak voor me. Zo kom ik dan weer aan op stal. Poco, Scarlett en Sueño en Maribel en Tigretto in de bak. En daar is Mark om het hek open te doen. Weer op stal en daar staat ze hoor. Ze heeft alweer wat hooi in de mond. Je hebt nog een bit in, Poco, dat lukt toch niet zo? Ik heb eventjes die andere uit de bak gehaald en dan mag Tango nog eventjes erin. Mag ik eventjes voer maken? Oh, dan moet ik even die andere emmer pakken, want ik heb weer mais. Maïsje Kibra, dat is gebroken mais. En die geeft dan een paar die een beetje dun zijn. En dat zijn de voerbakken. En er staat weer zoveel, dus ik ga het eventjes maken. Ja, en Poco die heeft al honger, die staat erachter dus op de deur te bengen. Daar. Die denkt, waar blijft mijn eten? Poco! Hoi! Ik ben natuurlijk weer net te laat. Hij was net aan het bokken en het galopperen. En nu doet hij weer niks. Paarden allemaal even voeren. Dit voorste rijtje hier heb ik allemaal al gedaan. En ik ga nu de stapel van de achterste pakken. Binnen, die kan ik ook zo meenemen, hè vriend? Hop. Oh, op een drafje de stal in. Lekker eten. Voeria, Flekkie krijgt het ook, hè. Flekkie heeft ook zin in eten. Maar eerst nog hooi en dan is Flek aan de beurt. Flekje ook eten? Flekje ook eten? Ga zitten. Goed zo. Eet smakelijk. Schatje, dat was de zaterdag alweer. Wat gaan we nu doen? Gaan we een biertje halen? Biertje halen, ja. Eerst een biertje en dan boodschappen. Oh ja, dan gaan we nog even boodschappen doen, ja. Ja hoor, ik heb ze binnen. Nou, proost. Hey, bananen. Zo, we hebben lekker even boodschapjes gedaan. We gaan vanavond een Philly cheesesteak eten. Het is een biefstuk op brood met kaas, cheddar kaas, lekker. Dus komt uit de oven. En ja, dat gaan we doen. De rest niet zoveel spannend meer vanavond. Lekker ontspannen, want morgen hebben we ook vrij. Tenminste, we moeten hebben genoeg te doen natuurlijk, maar we hebben geen tours of zo. Morgen is zondag, dus kunnen we ook een beetje rustig aan doen. En bij deze ga ik dan ook de vlog voor vandaag afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vond om te zien. Vergeet je niet te abonneren als je dat niet gedaan had. Geef even een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En dan zie ik je weer in de volgende video. Doei!